gaat het laatst aan de hoor, hè? Handen mooi voor, hè? Ja. Eén keer aanraken, zei ik, hè? Oké, in het midden, Jorrit. Eén keer aanraken proberen, ja? Ja. Ga door. Ja. Oké, ik ga één keer snel. Half in tempo. Lucas. Ja, kom maar. Ga door. Vol voetjes aan de buitenkant. Even meer scherpte. Daar bal pakken. Jorrit in het midden. Oh nee, half punten. Ja, uit half punt. Jorrit aan de buitenkant. Scherpte aan de buitenkant, heren. Ga door. En let zo in het midden. Bal achter de bal, Jorrit. Ja? Daarin, ja, kom maar, starten. Goeie bal in spelen, ga door. Kom maar. Ik heb hem aangeraakt, kom maar. Ga door. Hier, aan de buitenkant, op de voorvoeten. En dan gaan we nu drie keer, kom maar voorbij. Je gaat er drie keer in, maar een bal die 2 meter naast iemand is, wat gewoon die niet zo heel hard wordt gespeeld, ja, gaat er ook voorbij. Als je op de voorvoet staat en je kan je veel makkelijker bewegen, dan zou je hem wel hebben. Dus je moet niet alleen in het midden, maar ook aan de buitenkant moet je scherp zijn. Want goed meevoetballen voor de keeper is even belangrijk als een bal tegenhouden. Ja? Oké, ga staan. Ik zou zo aan de voorkant. Ja. Oké, ga door. Ja. 1.5 punt. Kom maar. Snel erin weer. Spijtje spelen. Oh. Ik vind het moeilijk, hè. Op je voorvoet staan, Quinten. Wat had je verwacht? Let ze eruit. Starten. Kom maar, ga door. Probeer ik dat spelen. Probeer links en rechts. Oké. Snel achteraan. Snel een rijtje doen komen hier. Kom maar. Ja. Hebben we alleen zo. Klasse. Snel. Prima. Nee, als ik ja zeg. Want alleen zo is het juist veld. Blijf je doen. Ja, klaar voor Jorrit. 3, 2, 1. Kom maar. Gewoon reageren, ja? 3, 2, 1, kom maar! Kom maar. Oké, hier, kom maar.